Ik ga jullie even meenemen in een verhaal wat bestaat uit cijfers. Cijfermateriaal dat ik gehaald heb uit onze eigen Kids Fun Day, die dat we in oktober georganiseerd hebben. Waarbij ik een heel aantal wedstrijden bekeken heb van kidstennissers, om eens te kijken wat de situatie is binnen het kidstennisverhaal. Om vanuit die cijfers eigenlijk een soort van conclusie te kunnen gaan trekken, waaruit dat dan de kidstennis-trainingsmix ontstaat. En tot slot neem ik jullie mee in de praktijk. Maar tot slot, dat zal het grootste deel van de presentatie zijn. Goed. Wat jullie hier zien is een overzicht van eigenlijk alle doelstellingen die reeds uitgeschreven zijn geweest in het trainersboek van Tennis Vlaanderen. En ik wil jullie daar even mee meenemen, omdat dat ook wel een rode draad is doorheen het verhaal dat ik jullie ga brengen. We vertrekken eigenlijk altijd vanuit doelstellingen en ik wil die doelstellingen eens heel even snel met jullie overlopen. We delen die in ontvangen, zenden, starten van het punt, rallyvaardigheden, coördinatieve vaardigheden en een tactisch verhaal. Binnen ontvangen hebben we als doel om spelers vrij te laten spelen, dus met een vrij contactpunt en in steun. Wanneer we gaan naar het verhaal van zenden, daarin willen we uiteraard correcte grepen zien, lengtecontrole, afstandscontrole en liefst ook een beetje spin op het einde van het verhaal in rood. Starten van het punt, tennistiek gezien is dat uitsluitend nog maar onderhands opslagen voor de bots of zonder bots. Als we gaan kijken naar de rallyvaardigheden die we voor ogen hebben, en dat is toch al een belangrijke in dit verhaal, dan zeggen we, oké, 8 keer moeten de kinderen met elkaar kunnen spelen, 10 keer moeten de kinderen met de trainer kunnen spelen, dus de trainer zelf moet eigenlijk 10 contacten kunnen maken. Wat dat al dan niet veel is, hè. Qua coördinatieve vaardigheden zitten we binnen het volleyverhaal met vangen en zitten we binnen het bovenhandse opslagverhaal met bovenhands wegwerpen of bovenhands wegtoetsen. Ja, wat dat louter het coördinatieve betreft. En tot slot hebben we tactisch gezien eigenlijk een tweeluik. Enerzijds moeten de kinderen lukken in verschillende situaties, dus lukken in beweging. Anderzijds verwachten we ook dat de kinderen drukvol kunnen spelen, met ruimtedruk, met tijdsdruk. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie van nu. En die doelstellingen, ik werk daar al enkele jaren mee ondertussen, ook als docent. En ik heb die een keer eens getoetst aan, oké, hoe ver staan we daar nu eigenlijk mee als we naar een kidstenniswedstrijd kijken op een Kids Fun Day. Dan komen we bij een volgende grafiek, wat een beetje leesbaar is. Waarbij ik getoetst heb hoeveel balcontacten worden er eigenlijk gemiddeld gemaakt in een rally van een kidstenniswedstrijd rood, waar dat we op 2,48 komen. Wat dat toch wel beduidend minder is dan de 8 die dat wij als doel voorop stellen. Het aantal drukvolle ballen dat er gespeeld wordt is 0,55. Ja. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat er niet zo heel drukvol gespeeld wordt. En ook is er een duidelijke voorkeur in voorhand en backhand, maar dat toont volgende grafiek zeker aan. Dus dit is eigenlijk het arsenaal aan slagen dat een kidstennisser hanteert in zijn kidstenniswedstrijd op een Fun Day. Waarbij dat er uiteraard een hele boterham gaat naar opslag, want daar moeten ze natuurlijk mee starten. Maar waarbij dat we dan in het gele vlak toch wel zien dat voorhand de grote overheid of de overhand neemt ten opzichte van backhand, wat het grijze vlak is. Ja. Dus we kunnen toch concluderen dat kidstennissers een voorkeur hebben voor voorhand te hanteren. Oké, in het verhaal Reality of Practice, Reality of the Game, een beetje de gedachtegang waaruit dit mini-onderzoek gestart is, want voor alle duidelijkheid, dit is geen weergave van wat een kidstennisser doet doorheen heel Vlaanderen op elke Fun Day. Dit gaat over 70 rallies die bekeken zijn geweest. Dan kunnen we gaan zeggen, oké, enerzijds, als we Reality of Practice bekijken, ligt de focus op lukken met een opslag en een terugslag, zodanig dat de rally van start kan gaan. Willen we dat de kinderen eigenlijk vast zijn in het spelen van hun rally, om zo tot heel veel contacten te komen? En willen we van elke kidstennisser een veelzijdige tennisser maken, die zowel met opslag als met terugslag, als met voorhand, als met backhand eigenlijk zijn weg kan? Als we gaan kijken naar wat er dan uit die wedstrijdjes komt, dan moeten we zeggen, oké, kunnen we dan niet beter gaan trainen op scoren met opslag-terugslag, want we zitten daar met een heel beperkt aantal contacten. We kunnen ook zeggen, we gaan
veel meer de nadruk moeten leggen op drukvol spelen, aangezien dat de rallies kort zijn en dat er dus heel snel het punt moet gemaakt worden, gezocht moet worden. En anderzijds kunnen we zeggen, oké, laat ons backend, laat ons dan maar een vijfde, een vierde van onze trainingen doen en laat ons vooral focussen op de forehand of een opslag. Is dit de correcte gedachtegang? Ik denk persoonlijk van niet, zeker als ik nog eens een keer terug deze statistieken erbij neem. Dat is getoetst aan de doelstellingen die we hadden ten opzichte van de doelstellingen die dat we hebben in het trainersboek. En daarin zien we eerst en vooral dat we momenteel, binnen de kinderen die aanwezig waren op onze Kids Fun Day, wat dat vooral de onze waren, dus dat is eigenlijk een goede zelfevaluatie, dat we nog maar 31% van het van de vastheid die dat we willen bereiken, dat we die bereikt hebben bij de kinderen. Nu kunt u de vraag stellen, oké, ligt dat dan aan het feit dat kinderen heel drukvol spelen en daardoor heel vaak een forced error maken? Maar dat is het verhaal helemaal niet. Als we gaan kijken naar hoe drukvol dat kinderen spelen, dan kan je zeggen dat in 22% van de rallies maar een drukvolle bal gespeeld is geweest. Wat dat dus absoluut niet het verhaal of het geval is. Dus wat is eigenlijk hier het verhaal? Dat is dat onze kinderen eigenlijk nog niet vast genoeg zijn om, zeker als we dat toetsen aan onze doelstellingen uit het trainersboek, maar ook, om eerlijk te zijn, naar mijn gevoel, als we kijken naar een Kids Fun Day wedstrijd, mag daar ook wel wat meer rally in komen. Ja. Zo kom ik tot het volgende, wat dat voor mij eigenlijk de Kids Tennis trainingsmix is. Voor alle duidelijkheid, wat is dat eigenlijk? Voor mij een manier om de trainingen van kidstennissers te gaan invullen, om op die manier zo snel mogelijk verbetering in die situatie te zien dat we zo net hebben gedaan of gezien. Dat bestaat uit drie zaken. Enerzijds het expliciete leren is eigenlijk een soort van fase 1 in het verhaal, waarbij dat we kinderen zaken willen gaan aanleren. Dat is ook hetgeen wat we nu vooral zien gebeuren. Anderzijds hebben we het impliciete leren, wat dat fase 2 is. Uiteraard hebben we eerst het expliciete nodig om vaardigheden aan te leren, maar die moeten nadien verder ingeoefend worden. Dat gaan we meer op het impliciete doen. Dus we gaan meer het leervermogen van het kind gaan gebruiken om snel vooruitgang te boeken. En tot slot is het spelgericht trainen, waarbij dat we vooral willen refereren naar de integratie van opslag, maar zeker ook de terugslag, om daarin al te lukken. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat we iets meer rallyrobotjes, want dat is hoe wij nu momenteel een rode tennisser omschrijven, die moeten rallyrobotten zijn, dat we daar naartoe kunnen gaan. Goed. En dan wil ik jullie onmiddellijk meenemen naar wat dat we hier op het terrein zien gebeuren. Eerst en vooral wil ik al zeggen, ik vertrek altijd van doelen. Dat vind ik een hele belangrijke, om niet te vertrekken vanuit oefeningen, maar te vertrekken vanuit doelen en van daaruit eigenlijk goede oefenstof te ontwikkelen. Je zal ook merken dat als je doelen voorop stelt en je komt op een terrein, dat je eigenlijk in staat bent onmiddellijk zelf heel veel oefenstof te verzinnen. Maar het is een andere mindset waarmee dat je op je terrein komt. Goed, wat zien we hier gebeuren? We zitten in het verhaal van expliciet leren, dus wat dat we nu op het terrein zien, dat is de eerste fase, namelijk het aanleren van de vaardigheden, waarmee ik even naar Victor toe ga. Dus concreet, wat is onze doelstelling? Onze doelstelling is de spelers kunnen laten ontvangen in steun bij Victor, waarbij dat we volgende subdoelstellingen hebben, met andere woorden de technische taken die dat we eigenlijk in orde willen zien bij onze spelers. Dat zijn de volgende: een juist contactpunt schuin voor het lichaam, een contactpunt op het moment dat de bal aan het dalen is, en tot slot steun op op het stuitpunt vinden. Dat is waar momenteel Victor mee bezig is. Als we even kijken wat hij momenteel doet, dan zien we een paal staan die eigenlijk op het contactpunt van of op het ideale contactpunt van de speler staat. En de bedoeling is dat in de eerste fase, wat Victor ondertussen al gedaan heeft, probeert de paal te raken en te stoppen op het contactpunt. In een latere fase is het de bedoeling dat de speler ook door de bal beweegt, waardoor dat de paal
gaat omvallen. Dus dan komt de uitzwaai, fase 3 eigenlijk, erbij in de slag. Oké, de volgende oefening die Victor gaat doen met Anne is een oefening waarbij hij de bal van achteruit gaat, of van achter de speler, de bal gaat aanwerpen. Opnieuw uiteraard met datzelfde doel. Hè. Dus het is, doel is, we willen een correct contactpunt creëren bij Anne. We laten Tané eerst wegdraaien, zoals dat ze nu prachtig demonstreert. En dan gaat ze eigenlijk moeten reiken naar de bal, omdat de bal eigenlijk wegbeweegt van haar lichaam. Waardoor dat ze eigenlijk onmiddellijk een redelijk correct contactpunt krijgt. Is het hier belangrijk dat ze elke bal over en in speelt? Dat denk ik niet. Ja, ik denk dat hier vooral het doel is om de speler het correcte gevoel te geven naar waar die moet op zoek gaan op het moment dat de ballen naar hen gespeeld worden van aan de overzijde. Waar dat we dan nu onmiddellijk eigenlijk mee van start gaan. Victor gaat zo dadelijk zijn aangeefkunsten tonen door de bal zeer precies over de hoepel te spelen. Wat heeft die hoepel nu als doel? Nu zitten we in het doel van de bal dalend gaan raken. Ja. De hoepel die, stelt eigenlijk het baltraject voor, of het balgedrag voor, na de stuit van de bal. Dus jullie weten allemaal dat eigenlijk een bal botst, stijgt, op een punt komt en dan terug gaat dalen. Dat is exact hoe dan een hoepel eigenlijk gemaakt is. Ja. Dit geeft onmiddellijk aan de kinderen visueel weer hoe het baltraject zal zijn. En bovendien zal zij de bal van achter de hoepel moeten gaan raken, waardoor dat zij verplicht is of verplicht wordt om de bal te laten dalen. Dus dat is wat zij momenteel aan het doen is. Maar het is zeker geen simpele oefening om als trainer uit te voeren. Oké. Probeer nog eens goed stil te staan op de bots van de bal, Tané. Dus als de bal botst voor de hoepel, sta je stil. Stil. Oké, goed geprobeerd, maar je gaat natuurlijk eerst moeten verplaatsen. Ja. Oké, zet je maar klaar. Oké, nu gaan we nog eentje doen. Tané, nu zou ik graag zien dat je eigenlijk eerst draait en start met lopen. Dat moet je onmiddellijk doen. En wanneer dat de bal op het terrein botst van jou, ga je stilstaan met de voeten en dan ga je pas slaan. Oké? Dus draai, start, hop. Oké, dat was een hele mooie bal. En nu zou ik jou eens graag sneller zien starten. Draai. Oké, nog eens opnieuw. Ja. Draai, start, hop. Oké, heel goed. Mooi. We gaan naar een volgende oefening waarbij Victor de gebruik gaat maken van enerzijds stuitzones, waar dat wij allemaal wel gebruik van maken. Dus we willen eigenlijk de bal op een bepaald punt van het terrein spelen, daar laten botsen. Maar dan laten we het eigenlijk los voor het kind. En eigenlijk hetgeen wat dat daarna gebeurt, merk ik op het terrein, dat iets heel lastigs is voor kinderen. Namelijk dat een bal nog eerst stijgt en dan pas terug daalt. En dat ze eigenlijk de bal helemaal niet moeten raken op het moment dat de bal botst, maar veel verder daarachter. Ja. En daarom dat we dat combineren met steunzones. Zo noem ik het, omdat ik verwacht van de spelers dat zij in die zone steun gaan vinden. Tané, zal ik de oefening aan jou uitleggen, dan is iedereen meteen mee. Dus als Victor zo dadelijk de bal voorbij de gele strip laat botsen, dan ga jij de bal achter de gele strips ontvangen. Zeer goed. Als Victor de bal voorbij de rode strip speelt, wat ga jij dan doen? Oké, voilà, je bent volledig mee. Succes. Ja, laat eens zien. Draai maar. Oké, heel goed. Mooi, goed ertussen gebleven. Ja, hop. Oké. Je weet dat je ook opzij moet bewegen, Tanneke. Kom op. Ja, hop, hop, hop. Oké. Zorg eens dat je veel sneller start op het moment. Op het moment dat Victor de bal speelt, moet je draaien en starten met lopende meid. Ja, oké. Doe maar. Draai, start. Hop, hop, hop. Oké. Zou je nog sneller kunnen starten, Tanneke, of niet? Ja, oké. Doe maar, meid. Ja, hop, 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 hop. Oké, goed. En Tanneke, wat moest je nu weer doen op de bots van de bal? Als de bal op jouw terrein botst, dan sta jij stil of in beweging? Stil, voilà, heel goed. Oké, jij mag even verder oefenen met Victor.
Oké. Wat we hier zien bij meester Seppe is een heel ander doel. Zitten we in het tweede vakje, waarbij dat we werken met de spelers rond richtingscontrole. We zien dat Eloise hier een harnas aan heeft, bij gebrek aan een originelere naam voor het stuk dat we gebruiken. Wat is de bedoeling? Dat we eigenlijk de stok die in het harnas steekt, dat we daar voor Eloise het visueel maken naar waar haar schouderlijn u eigenlijk wijst. In het kidstennisverhaal leren we de spelers de bal te richten door met de schouderlijn te gaan wijzen naar waar dat zij de bal willen spelen. Dit harnas zorgt er eigenlijk voor dat zij ziet naar waar zij de bal speelt. Maar wat doet dat harnas nog? Dat zorgt er eigenlijk voor dat op het moment dat zij, draai eens even weg, Eloise, dat zij met haar arm uit haar vlak wil bewegen, waardoor zij geen rechte lijn meer kan maken naar de bal en naar de zone naar waar dat zij wil spelen, dat zij voelt dat ze uit dat vlak beweegt. Waardoor dat zij eigenlijk meer geneigd zal zijn om weg te blijven van die stok en dat zij ook een rechtlijnigere beweging krijgt. En dus ook meer richtingscontrole. Dat is een beetje het verhaal bij dit harnas. Oké, goed. Dan gaan we over naar een volgend iets, waarbij dat we iets simpelers gaan gebruiken. Sommige stukken zijn voor alle duidelijkheid gewoon zelf gemaakt. Dat is niet zo heel moeilijk, niet dat ik dat zelf gedaan heb, maar op de club lopen er altijd wel mensen rond die zeer creatief zijn en waar dat je wel eens een keer iets aan kan vragen. En zo kom je daar dus aan. Kost absoluut niet veel. Wat we nu, Eloise, wil je eens een keer wegdraaien of u omdraaien naar het publiek. Kijk maar eens naar het grote publiek. Helemaal omdraaien, Eloise. Helemaal, helemaal. Nee, je mag naar het publiek kijken. Voilà. Laat uw handboeien maar een keer zien. Voilà. Dat is nu niet wat wij dagelijks met kinderen doen bij ons op de club. Maar deze handboeien zorgen er eigenlijk voor dat we allerlei referenties kunnen gaan leggen. Dus enerzijds de mate van naar waar haar handboeien wijzen, zie je eigenlijk ook de schouders meedraaien. Dus dat is een indicatie voor naar waar de schouderlijn wijst. Wat we ook zien, dat is dat we kunnen zeggen, laat uw raketje niet voorbij uw handboeien bewegen. Dus laat ons niet dit gaan doen, laat ons in het vlak blijven. Met andere woorden, wat we nu eigenlijk aan Eloise gaan vragen in deze oefening, dat is dat zij met de handboeien, met het lintje dus, gaat wijzen naar waar zij wil gaan slaan. Dat is duidelijk, Eloise. Oké, actiemeid, je mag vanuit aandachtshouding vertrekken. Zeer goed. Handboeien naar meester Seppe. Oké, dat is goed. Je moet eerst naar de gele stip. Oké, wou je naar de gele of naar de blauwe? Naar de blauwe. Oké, doe eens naar de gele. Ja, draai maar. Oké, zeer goed, Eloise. Nu naar de blauwe. Handboeien dus naar de blauwe. Oké, zeer goed. Mooi. Goed. Op deze manier, dit zijn twee tools die je zou kunnen gebruiken om iets meer te werken rond richtingscontrole. Er zijn er ongetwijfeld nog 1000 andere als je het internet een keer afsnolt. Zij is weer al rond iets anders aan het werken. Zij werkt momenteel rond de controle of de lengtecontrole, waarbij we verwachten van René, de speelster, dat zij eigenlijk een rechtlijnig slagverloop krijgt en dat zij heel lang door de bal beweegt. Dus dat ze eigenlijk het gevoel heeft dat haar raket of de bal heel lang mee kan nemen in haar snaren. Jullie hebben ongetwijfeld daar juist gezien dat René met pietenzakjes de pietenzakjes moest wegwerpen in de ladder en dit zo ver mogelijk. René zal daar alleen maar in gelukt zijn op het moment dat zij met haar arm zeer lang naar voren kan bewegen, dan gaat zij de goede lengte vinden. En dan is het uiteraard gewoon nog de snelheid waarmee dat zij haar arm kan bewegen en in controle kan houden, dus rechtlijnig kan bewegen, wat de lengte zal bepalen van haar worp. Om dan de transfer te leggen naar het net dat daar juist hier stond, waarbij dat we eigenlijk haar de bal aan de andere zijde van het net laten botsen of laten vallen. En dat ze eigenlijk met haar raket heel lang het net moest gaan volgen om opnieuw dat rechtlijnig slagverloop te creëren. Ja. Nu komen we in een misschien wel iets meer impliciete vorm, waarbij dat we van René vragen om een keer de bal over een dubbelnet te spelen.
En zij gaat dus eigenlijk op zoek naar, oké, hoe kan ik daar nu een keer in lukken? En dat is ook natuurlijk wel de sterkte van een speler, of de sterkte van een kind. Die willen het altijd, of toch heel vaak, willen die het goed doen. Ja? En met goed doen wil ik dan zeggen, misschien niet perfect bewegen hoe dat wij de beweging willen zien. Misschien bewegen ze ook niet hoe dat wij het willen zien. Maar zij willen wel altijd een bal krijgen waar dat wij het willen zien. Ja? Dus zij werken eigenlijk met dezelfde doelen als waar wij mee werken. En dat is René momenteel aan het doen. Met die insteek wil ik eigenlijk met jullie naar het volgende verhaal gaan. Het verhaal van impliciet leren. Ja? We gaan van expliciet, van het aanleren van vaardigheden, gaan we naar het meer impliciete leren, namelijk het gevarieerd herhalen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat we proberen ervoor te zorgen de kinderen zoveel mogelijk herhalingen te geven in een training. En dat is een beetje het doel dat we zo dadelijk gaan zien naar of op de volgende drie terreinen. Freya mag naar de volgende oefening starten. Ik wil jullie even kaderen van waar we komen. Als we kijken ook bij ons op de club naar, oké, hoe ziet nu de standaard kidstennis training eruit, dan zou een setting zoals we hier nu gewoon zien staan, wat tips, een mooie flashy netverhoger, een trainer en liefst twee spelers of vier spelers, dat is standaard. Ja. Maar wat we dan met die setting zien gebeuren, is toch heel vaak heel weinig. Ja. Er worden eigenlijk relatief weinig balcontacten gemaakt. En dat heeft allerlei oorzaken. Ja. Oorzaken die we nu eigenlijk één voor één gaan aanpakken. Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren in deze fase, voor alle duidelijkheid, het doel is, we willen heel veel contacten krijgen bij het kind. We hebben iets aangeleerd, zij moet dat nu gaan uitvoeren, weliswaar correct, dat is hetgeen wat wij bewaken als trainer, maar ze moet dat heel veel gaan kunnen uitvoeren. Als we dan kijken naar wat heel veel trainers momenteel doen, dan zien we heel vaak nu dat er heel veel technische coaching is. Ja, het technisch blijven bijsturen van de speler, het eigenlijk te lang blijven hangen in die standaard kistoefening die dat we allemaal wel organiseren. Is dat verkeerd? Allee, is een kistoefening verkeerd? Zeker en vast niet. Ik doe er ook heel veel. Maar moeten we in een bepaalde fase dan naar ergens anders toe? Ik denk het wel. Het eerste wat we hier bij Victor op het terrein zien, is eigenlijk niet zo heel veel spectaculairs. Maar wat Victor eigenlijk hier al wil aankaarten, dat is het allereerste ding wat dat we, en ik zeg het ook bij ons, maar ook op heel veel andere clubs, toch zien gebeuren. En wat ik in de opleidingen, initiator die ik geef, toch ook heel vaak zie gebeuren. Dat is een trainer die zelf veel te weinig energie uitstraalt, waardoor dat hij ook geen energie kan overbrengen naar de speler. Maar ook een trainer die overal zijn tijd voor neemt, die eigenlijk geen haast heeft bij het uitvoeren van zijn oefeningen. En haast en spoed is uiteraard zelden goed, maar een beetje haast kan nooit geen kwaad, denk ik. Dat is wat Victor zijn eerste rol. Eigenlijk zeer energiek lesgeven en zorgen dat hij heel veel ballen kan aangeven door gewoon geen tijd te verliezen met te veel technische uitleg en zo verder. Wat hij ook aan het doen is, dat zien jullie minder omdat het karretje ervoor staat, maar dat is gebruik maken van een fun tool, waarmee dat we nu gebruik maken van een wasknijper. We hebben dus de fun tool nu omgetoverd naar een challenge. Wat dat ook heel leuk is voor kinderen om te doen. Ik las, denk ik, donderdag, of was het nu gisteren, ik weet niet meer, nog een post van collega Filip Vergeijlen, die toch wel uitstekt in het geven van conditietrainingen, waarin hij heel mooi in een one-liner samenvatte dat je kinderen niet moet gaan verplichten om te trainen, maar dat je kinderen moet gaan uitdagen om te trainen. En dat is eigenlijk prachtig verwoord wat dat Victor momenteel hier aan het doen is. Hij is een uitdaging aan het voorzien aan Tané om ervoor te zorgen dat zij heel veel kan trainen. Goed. De challenge is heel eenvoudig met de wasknijpers. Tané is de blauwe, de challenge is de rode. Per gelukte poging kan Tané eentje naar boven gaan en zo ziet zij eigenlijk hoe zij evolueert binnen de challenge.
Ja. Dan komen we hier op het tweede terreintje, bij Eloïse, waarbij dat we wat meer willen werken met self-feed. Ja. Toch ook een onderschatte tool, laat ons het zo noemen, binnen het kidstennisverhaal, dat we nog te weinig uitbuiten om ervoor te zorgen dat we heel veel contacten krijgen bij de spelers. Ik denk dat dat heel vaak een verhaal is van oké, maar deze oefening die kan toch niet vanuit self-feed gespeeld worden. Bijvoorbeeld wat Eloïse nu aan het doen is. Eloïse moet de bal voor haarzelf of moet voor zichzelf een diepe bal aangooien. Zeker niet eenvoudig, maar wat dat we zien is dat als we het een keer of 4, 5, want ik kan me inbeelden, of is het niet waar, Seppe, dat zij de eerste keren niet zo goed lukte als hoe dat zij nu lukt. Maar je ziet haar wel groeien in de rally. Je ziet haar aanpassen aan haar, of in de oefening wil ik zeggen, je ziet haar aanpassen aan haar zelf opgeworpen bal. Op deze manier, normaal gezien ben je deze oefening met 2 spelers aan het doen, kan je jezelf eigenlijk als trainer gaan opstellen als coach, ja, en niet meer per se als degene die de kist aan het geven is. En komen we tot een dubbel aantal balcontacten bij onze spelers. Zowel Eloïse staat hier nu te trainen, maar een ander kind kan evengoed dezelfde oefeningen aan de overkant aan het doen zijn. En op die manier verlies je zelfs ook geen tijd met ballen rapen. Nou, in deze zaal misschien wel, maar in een gewone tennishal denk ik dat dat iets minder is. Dus de self-feed. Zij is ook aan het werken rond hetzelfde thema, namelijk een achterwaartse verplaatsing maken, omdat zij een diepe bal ontvangt. Eloïse, je mag de bal eens een beetje hoger opgooien, zo heb je wat meer tijd. Ja, maar Eloïse start wel altijd van op de gele stip. Pak maar een bal, meisje. Doe de bal maar even weg. Ja, oké. Hop, lopen. Oké, dit is al wat moeilijker, Eloïse. Ja, nog eens een keer. Doe maar. Hop, loop. Oké, hele goede bal. Mooi. En die dat zij dus moet oplossen op een manier dat zij nu prachtig demonstreert, namelijk een hoge, diepe bal, net buiten. Dat is jammer. Dus op deze manier zorgen we er eigenlijk voor dat we opnieuw het aantal balcontacten bij Eloïse verhogen. We hebben hier opnieuw, of zouden hier opnieuw, een challenge kunnen implementeren. Wij knutselen nogal graag bij ons op de club, waarbij dat we deze fun tool zouden kunnen gebruiken. Heel simpel, een aantal tennisballen uitgeknipt, geplastificeerd en je krijgt ineens een animerend scorebord bij uw kidstennissers, waarbij dat je opnieuw hetzelfde als bij Victor zou kunnen zeggen, oké, wij hebben als doel om 7 gelukte ballen te halen binnen de 2 minuten in deze oefening. Geraak jij daar of niet? Als jij daar geraakt, kan je de oefening gaan herhalen en zet je bijvoorbeeld de challenge op 9. Kinderen kunnen dat ook tegen elkaar doen. De ene is de rode, de andere is de blauwe. En op die manier zijn ze wedstrijdje tegen elkaar aan het spelen. Het moet natuurlijk nog altijd spelend blijven. Ja, we kunnen nog niet verwachten van een rode speler dat die de mentaliteit heeft van waar dat we misschien bij Oranje al wel naar streven, namelijk het kunnen trainen. Hè. De taken krijgen, daarop gaan letten. En daarmee aan de slag gaan, puur uit eigen belang, puur om beter te worden. Daar zitten wij nog niet. Hè. Dus we gaan met spelletjes wel die motivatie moeten gaan verhogen. René hier gaan doen. Zij speelt een oefening tegen de tennismuur, waarbij zij hetzelfde eigenlijk moet doen als wat Eloïse daar juist was aan het doen, namelijk de bal op een stip gaan werpen dat die achter haar ligt. Zij moet aanpassen aan de bal. En ze gaat bijgevolg proberen de bal over de tweede staaf in de tennismuur te spelen. Dit is ook een oefening. Dit is trouwens al de oefening next level. Je kan natuurlijk ook gaan vanuit een bal met self-feed, waarbij ze de bal zelf moet aangooien naar groen. Nu moet ze de bal al correct kunnen aangooien naar de tennismuur. Maar een zeer goede oefening om bijvoorbeeld bovenhandse opslag te gaan integreren. Zij moet dus de bal boven de netverhoger kunnen spelen en zij moet een aantal keer daarin lukken binnen een bepaalde tijdspanne die Free voorop stelt. Ja, op die manier krijg je weer een challenge bij de speler. Wil zij zelf heel snel een bal gaan halen, want daar wordt ook enorm veel tijd mee verloren op het terrein. Kinderen die hun ballen moeten gaan klaarnemen om een volgende oefening te kunnen starten.
En is, gaat zij ook heel snel terug klaarstaan om de oefening uit te voeren. Ja, dus dat is, werkt zeker versterkend. Ook hier is het verhaal dat je met een tennismuur perfect twee spelers kan bezighouden. Waarbij dat speler 1 aan de ene zijde staat, speler 2 aan de tweede zijde, of aan de andere zijde. En waarbij zij dus allebei gebruik maken van die muur tegelijkertijd. Opnieuw een serieuze verhoging van het aantal balcontacten dat we zien in een training. Goed, ik heb dan een keer uitgezocht wat dat dan een keer kon veroorzaken als we een keer gingen nadenken over oké, als we nu eens wat meer balcontacten willen creëren en we gaan onze organisatie daarvoor aanpassen, tot waar geraken we dan ergens? En ik verschoot zelf ook wel een beetje van het resultaat. Enerzijds van hoe weinig balcontacten we eigenlijk maken als we gewoon binnen onze reguliere lessen blijven. En ook aan hoeveel balcontacten dat we geraken op het moment dat we zeggen oké, we gaan de organisatie aanpassen en we gaan andere dingen beginnen doen. Ook andere dingen. Want uiteraard heb je soms wel de modale les nodig om zaken aan te leren. Heb je daar juist ook gezien. 4 maal meer balcontacten, dat is toch wel een enorm verschil op een training. Als je dan een kind pakt nu op een winterreeks van 20 weken, 20 weken x aantal ballen kan laten slagen en je kan dan nadien eigenlijk zeggen dat dat eigenlijk goed is voor 80 weken, dan heb je wel, of dan ga je sowieso vooruitgang zien. Ook al is dat technisch niet altijd perfect kwalitatief uitgevoerd, dat kind gaat er coördinatief sowieso beter van zijn geworden en heeft uiteraard veel meer bewegingservaring verkregen. Goed. We gaan naar onze laatste pijler in het verhaal, namelijk spelgericht trainen. Waarbij dat we volgende doelstellingen voor ogen hebben. Dus we willen eigenlijk ervoor zorgen dat de spelers lukken in de eerste 2 contacten van de rally. Als ik kijk naar het cijfermateriaal van de Kids Fun Day, dan vond ik dat heel teleurstellend hoe weinig keer een bal 3 voorkwam in de rally. Dat was bitter weinig. En dat lag dan natuurlijk niet aan een heel drukvolle opslag, want ze moeten de bal aangooien. En heel vaak zijn ze nog niet aan het nadenken hoe dat ze dan de speler het moeilijk kunnen maken. En toch zie je heel vaak die terugslag al in het net vliegen, of zelfs de opslag zelf. Ja. Dus ook daar, of ook dat is een werkpunt, denk ik, in ons kidstennisverhaal, dat we zeker mee moeten nemen naar de toekomst toe. Oké, wat zijn voor mij redelijk belangrijke stapjes, want je kan uiteraard het aanleren van een bovenhandse opslag in heel veel stapjes gaan onderverdelen. Maar wat is voor mij, of wat zijn voor mij toch wel belangrijke zaken? Enerzijds controle over de TOS. En dat is hetgeen wat we bij Victor zien gebeuren. Controle over de TOS. Waarom? We zeggen altijd, opslag is eigenlijk de gemakkelijkste slag, omdat je niet moet bezighouden met het ontvangen van de bal. De bal circuleert zich gewoon rondom uw lichaam. Maar eigenlijk, als we kijken naar hoe dan een kidstennisser opslaagt, is dat helemaal niet waar. Ja? Die ballen die gaan naar alle kanten, die voeten die gaan ook naar alle kanten en die doen dus eigenlijk belangen niet wat we verwachten dat die voeten doen, namelijk gewoon stilstaan. Vandaar dat die controle over de TOS toch wel een heel belangrijke is om mee te nemen in ons verhaal. Ik ga even naar Victor toe. Dus waarbij dat we eigenlijk 2 stripjes leggen, dus de nadruk ligt eigenlijk vooral op die voeten momenteel bij Tané, waarbij zij ja, een verschil voelt tussen de zachtere ondergrond van de strips en de iets hardere ondergrond van het tennisterrein. En waarbij dat ze eigenlijk ervoor moet zorgen dat ze die zachte ondergrond blijft voelen. Ja, vanaf dat ze voelt dat ze loskomt met haar voeten, ook al is het maar een beetje van die zachte ondergrond, weet zij voor zichzelf, oké, dit is niet de meest ideale opgooi voor mijn opslag die ik straks ga moeten doen. Wat we ook hebben afgebakend voor Tané, dat is een zone, een werpzone, waarbinnen dat we haar het diertje willen zien werpen. Natuurlijk, in functie van succesbeleving moeten we natuurlijk ook niet te streng gaan zijn. Dus de zone is relatief groot voor een goede toszone. Maar het is alleszins op 12 uur voor het lichaam. Dus ze heeft wel een idee waar de bal straks moet gaan komen. Wanneer je dan merkt dat je speler daar heel makkelijk mee weg kan, dan kan je natuurlijk je zone gaan verkleinen, zoals dat we nu juist gedaan hebben. Ook belangrijk dat we bewust zijn van
de dissociatie die nodig is bij de opslag. Dus eigenlijk is dit de eerste oefening, zijn we die daar juist even overgeslagen. Maar hier moet zij alleen haar tosarm gaan bewegen, terwijl dat we daar juist een oefening hebben gezien, waarbij dat er ook, waarbij dat zowel de tosarm als de slagarm een actie of een bewegingsactie moeten maken. En wat dat dus wel moeilijker zal zijn voor haar. Bijkomend moet ze de bal op de juiste plaats kunnen vangen. Voilà, dat is perfect. Kunnen we eigenlijk naar de laatste oefening gaan met Tané, want ze doet dat super. Mooi, is dat in vorm, Tané. Waarbij dat we een vangraketje gaan gebruiken. Voor alle duidelijkheid, het doel is hier absoluut niet correcte greep, pronatie. Dus dat laten we allemaal links liggen. Je hoeft niet in elke oefening de perfecte opslagbeweging boven te halen. Denk aan wat uw doel is en werk daaraan en hamer daarop. Ja? Oké. Goed, je mag de bal gewoon proberen vangen in de snaren, hoe dat jij het wil. Gooi maar op. Ja, doe maar. En vang. Oké, goed, mooi. En probeer het nu maar een keertje te vangen. Een vuistje? Allee, zeg dan nee, een vuistje. Hè? Nee. Ja. Dus probeer nu een keertje de bal te vangen. Hier. Dus je mag wat soepeler zijn, wat meer ontspannen. En je gaat proberen in een slingerbeweging de bal proberen te vangen. Hier. Want hier kijken, gooi maar op, vang. Oké, goed geprobeerd. Ja. Oké, hoe komt dat je het niet kon vangen, Tané? Omdat je hem achter jou hebt opgegooid, inderdaad, ja, Victor. Klopt, dus sorry dat je het balletje in de zone opgooit. Oh, op je eigen hoofd. Heb je dan de bal juist opgegooid, Tané, of niet? Heb je hem juist opgegooid als de bal boven je of op je hoofd botst? Ja of nee? Nee, oké, goed. Dus sorry dat het balletje voor je is. Ja. Voilà, schitterend meisje. Oké, je hebt hem niet kunnen vangen, maar de opgooi was prachtig. Hè? Heel goed. Goed, dus dat is eigenlijk waar dat we, of welk doel dat we met Tané hebben. Ervoor zorgen dat ze eigenlijk een correct contactpunt kan creëren door de tos onder controle te houden. Goed, dan gaan we naar onze volgende doelstelling, waarbij dat we gaan naar controle over het contactpunt, waarvoor dat we dus die goede tos nodig hadden, en ook de pronatiebeweging. Maar zie het eigenlijk als twee stapjes, want uiteraard ga je in eerste instantie focussen op een goed contactpunt. Wat is de bedoeling hier? Dat is dat Eloïse de bal vanuit de scoop kan werpen tegen de twee kegels. Allee, ene, de twee zal lastig zijn. Kan werpen tegen de kegels. En om daarin te lukken, gaat zij de bal op een bepaald moment uit haar scoop moeten kunnen voelen vliegen. En dat punt dat is hier, exact waar dat wij eigenlijk willen, dat zij de bal straks gaat raken. Dus nu gaat zij gevoeld hebben, oké, ik heb de bal te vroeg uit mijn scoop laten vliegen. Waardoor dat ik de bal dus eigenlijk te laat ga raken straks. Laat je hem hier los, dan gaat de bal vooruit vliegen. Je gaat de bal een beetje langer in de scoop moeten houden. En Louise, doe maar. Ja, heel goed. Oh, bijna. Ons doel is nog altijd een correct contactpunt creëren. Met andere woorden, we hebben nog geen focus op welke greep is er. Is daar een pronatiebeweging aanwezig? Helemaal niet. We willen gewoon kinderen laten voelen waar dat jij straks de bal gaat moeten raken. Dat is hier. Ja? Dat is ons enige doel in deze oefening. Een misschien iets makkelijkere oefening, misschien eerder een 1.1 en de scoop een 1.2. Dat is het diertje weggooien van op de raket, waarbij dat zij zal moeten voelen. En Louise, ik ga het jou een keer laten aanvoelen. Dat je gaat proberen, we gaan de kikker op zijn buik leggen. Hè. Dat je gaat proberen, hop, hier de kikker uit jouw raket te laten komen. Oké, okay? Meester Seppe gaat dan net staan, gooit hem maar eens tegen de neus. Van meester Seppe. Doe maar eens. Alright, heel goed. Mooi. Nog eens. Pak de bal maar. Of de kikker wil ik zeggen. Ja. Leg hem maar op uw plateau. Hè, want je werkt in het café vandaag. Zo. Oké. Goed geprobeerd. Nog eens. Het mag iets meer in een boogje zijn. Je ziet aan het gedrag van wat dat die kikker doet. Of dat zij het eigenlijk juist heeft uitgevoerd of niet. Je mag hem een beetje verder leggen. Zo. Ja. Doe maar.
Voilà, heel goed. En op deze manier gaat zij eigenlijk een correct contactpunt kunnen vinden. Goed, laatste keer, laatste poging. Oké, goed. Dan gaan we naar de volgende oefening. Je mag je raketje even aan mij geven, Louise. Ja, dank u wel. Louise gaat nu, of we gaan nu als doelstelling, dus we gaan een beetje verder, werken rond de pronatiebeweging. En de pronatiebeweging, daar wil ik eens even eerst stilstaan bij het doel van wat die pronatiebeweging eigenlijk moet zijn. Eigenlijk heel simpel verwoord, als we in deze houding staan, is het heel onlogisch voor kinderen om te starten, omdat die raket en die snaren waarmee dat we de bal gaan moeten raken, dat die helemaal niet kijken naar waar de bal, of waar dat we de bal willen raken. Rond haar oor laten hangen. Laat maar rond uw oor hangen. Zo. Oké, de elleboog naar voren. En nu gaat ze eigenlijk moeten leren. Oké, goed. We gaan eerst de arm strekken. En dan gaan we de opening van de hoepel draaien naar de bal. Want anders gaan we hem niet kunnen vangen. Dat snap je zelf ook, hè? Ja? Oké, doe eens een keertje zonder bal. Wat ik wel wil zien... Mag ik eens even jouw hoepel? Wat ik wel wil zien, dat is dat je de hoepel zo vasthoudt. En zo wil ik zeggen, je vinger waarmee dat je wijst... Wijs eens naar mij. Voilà, die vinger, die wil ik hebben dat die ligt op de hoepel, op de zijkant van een hoepel. Oké, pak me vast. Voilà, perfect. Oké. Een redelijk belangrijke in functie van het streven naar de correcte grip. Dus je strekt en je draait naar de bal. En hier ga je de bal moeten kunnen vangen. Oké, probeer maar een keer. Ja. Oké, goed geprobeerd. Alsjeblieft. Zit je vingertje nog juist? Ja, je wijsvinger op de... Ja, goed. Mooi. En nu zijn ze eigenlijk bezig met, oké, ik moet mijn raakvlak van mijn raket kunnen gaan draaien naar mijn contactpunt toe. Terug je wijs. Je bent aan het vals spelen, hè, Mieke. Ja, zo. Voilà. Oké. Strekken en draaien. Oké, goed. Dus op deze manier leert ze eigenlijk de basisbeginselen van, oké, ik ga hier toch ook iets een keer moeten doen met mijn onderarm en bijgevolg met mijn hand, om ervoor te kunnen zorgen dat we de bal kunnen spelen. Om dan te komen tot het laatste oefeningetje. We zijn nog eens een keer aan het knutselen geslagen geweest en we hebben gewoon simpelweg een velcro rond een bal gehangen, daar een touwtje aan vast en dan aan de paal. Wat is hier het voordeel van? Dat is dat de bal eigenlijk stil hangt. Dus je gaat eigenlijk het fenomeen van de bal opgooien en daar al controle over hebben, ga je neutraliseren. En op deze manier kan een kind perfect op een stilstaande bal, er moet ook geen rekening gehouden worden met timing, iets hoger als schuld, kan zij leren de bal hop hier te raken. Wat is de bedoeling, of waarom vind ik dit een belangrijke? Dat is om het tweede doel van een pronatiebeweging aan een kind uit te leggen. Als je kinderen laat proneren, zie je, of je legt dat uit en ze beginnen eraan, dan zie je heel vaak dit gebeuren. Maar dat is eigenlijk helemaal de bedoeling niet van die pronatieactie. Wat is de bedoeling van die pronatie wat we willen krijgen? Dat is dat ze eigenlijk leren hun snaren over de bal te laten wrijven, waardoor dat de bal naar voren zal laten gaan draaien. Dus, Eloïse, wat we nu willen zien, de eerste keer dat je het doet, spannend, of dat je het gaat kunnen of niet, dat is strekken en dan niet vol tegen de bal slaan, maar hop, met je snaartjes over het balletje wrijven. Hop, deze. Oké. Heel goed kijken naar het begin van de bal. Als je in het begin de bal zo ziet draaien, dan heb je het goed. Zo, ziet? Oké, probeer maar eens. Oké, heel goed, Eloïse, mooi. Ja, mooi zo. Oké, goed. Voilà. Zij is nu aan het leren functioneel, noem ik het dan, proneren tegen een tennisbal aan. Je ziet, vanaf dat het voorwerp begint te bewegen, wordt het al een pak lastiger voor de kinderen. Oké, voilà. Heel goed, Eloïse. Doet dat goed. Mooi. Goed, dan gaan we naar het laatste doel. Namelijk het vast zijn in opslag en terugslag. Dus we hebben daar eerder een technisch verhaal waar dat we nu van komen. En we gaan naar een meer rally- of wedstrijdspecifiek verhaal. Waarbij dat het eigenlijk redelijk eenvoudig is. René, jij gaat de bal moeten aanwerpen. Wat moet je doen van Yvré? Aanwerpen.
Oké, goed. Doe dat maar met je goede handje. Zij moet proberen de bal op de netverhoger te gooien. Eloïse gaat proberen de bal op de netverhoger terug te spelen. En doordat we hen 1. Marzeleren houden boven de netrand, maar ook marzeleren houden van de zijlijnen, hebben we eigenlijk, of zijn we aan het werken rond ons doel, oké, die eerste 2 contacten zorgt er nu eigenlijk voor dat je daarin lukt. Dat moet niet drukvol zijn, je moet daar geen risico op nemen, zorg er gewoon voor dat die ballen binnen zijn. Oké, meisjes, laat maar eens een keer zien wat dat jullie doen. Hè. Ja, zet je maar klaar. Oké, pak de bal maar terug, René, snel. Ja, zet je maar klaar. Oké, zorg dat je misschien zelfs boven de netverhoger gooit. Hè. Ja, oké, Louise. Oké, goed. Louise, hele goede bal. Want je speelt de bal helemaal over de netverhoger. Maar waarom is het eigenlijk geen goede bal? Hoeveel keer heb je de bal laten botsen? 2 keer. Oké, goed. Ja, doe nog maar eens een keer een E. Pak maar een balletje. Oké, goed. Kijken naar het net, René. Ja, hoog opgooien. Heel goed. Kom aan, Louise. Over de net verhogen. Heel goed. Oké, goed. Dus dit gaat richting iets. Ik denk als we dit 5 minuten laten inoefenen, dat zij gaan lukken in hun eerste 2 contacten van de rally. En dan zijn we eigenlijk pas maar bezig aan wat dat we eigenlijk dagelijks in kidstennis doen. Namelijk de kistoefeningen met een onderhandse aangeefbal. Richting onder controle proberen krijgen, lengte wat onder controle proberen krijgen, misschien wat spin erin. Ja. Maar eigenlijk de essentie van het verhaal is toch wel, denk ik, dit. Waarbij dat we ervoor moeten zorgen dat kinderen op zijn minst komen in een wedstrijd tot wat dat wij eigenlijk dagelijks doen in onze trainingspraktijk. Ja, het starten van het punt zeker integreren. Dat is een beetje wat ik met jullie wilde delen. Ik zou willen eindigen met een one-liner. The future of every community lies in capturing the passion, imagination and resources of its people. Wat dat jullie nu van mij gezien hebben, zijn oefeningen. Ik zou graag nu van jullie oefeningen krijgen. Ja? Maar ik niet alleen, deelt ze gewoon met elkaar. Want we zijn eigenlijk best met heel veel trainers binnen Vlaanderen. Maar als ik zo eens een keer op internet wat rondkijk, of op Facebook of op Instagram, dan zijn het toch ook wel altijd dezelfde namen die je tegenkomt, die een keer een filmpje posten. En dat zijn heel toffe mensen, maar nieuwe gezichten zijn ook altijd leuk. Vandaar, als je een keer iets doet op je training, waarvan dat je zegt, oké, hier heb ik nu rond dat doel gewerkt. Dat is nu niet iets dat ik niet dagelijks doe. Of dat is misschien iets wat ik nu nieuw doe, omdat ik deze sessie gezien heb. Film dan een keer. Heel simpel met je gsm. Dat moet geen mega hoogstaande kwaliteit zijn. Tag @GameChangersTennis erin op Instagram. En dan kan eigenlijk de hele wereld het filmpje, niet de hele wereld, maar alleszins toch de GameChangers at Tennis, het filmpje zien en inspireer je elkaar. En alleen op die manier maken we elkaar eigenlijk sterk. Dat is een beetje de boodschap die ik tot slot nog wil meegeven. Goed. En uiteraard bedankt Frey, Seppe, Victor en Tané, Eloïse en René.